Hey. Hey. Goedemorgen. Hoi, Chantal. Ik ben Willem. Hallo, Marion. Ik ben Willem. Ja, we zijn hier bij Willem en Drees, maar wat is dat eigenlijk? Ja, Willem en Drees is door mij, Willem, en door Drees Peter van den Bos, Drees opgericht alweer 7 jaar geleden. En wat wij willen is, wij willen eigenlijk mensen weer in verbinding brengen met eten uit hun omgeving. En wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd, hoe zit dat nou met groenten en fruit? En hoe gaat het nou eigenlijk van punt A naar punt B? De grootste hoeveelheid van appels en peren en groenten gaat van de boer naar de veiling of naar een coöperatie. En daar wordt het verkocht en ingepakt en vervolgens naar de supermarkt gebracht. Ja, dus in principe wordt voor de meeste winkels wordt eigenlijk alles gewoon op één grote hoop gegooid. En vanaf daar wordt het weer verscheept naar andere punten. Ja. Ja, maar dat kan dan overal naartoe gaan. Hè? Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar peren. Wij telen in Nederland 7 keer zoveel peren als dat we opeten. Ja. Dus dat betekent dat 1 op de 7 peren misschien in Nederland wordt verkocht. En 6 van de 7 peren gaat naar het buitenland. Tussen dat boer naar het opslaan en de winkel, er zitten natuurlijk nog allerlei stappen tussen, toch? Ja. Verpakken en dat soort dingen. Ja. Maar daar kun jij ons vast wel wat meer van laten zien, toch? Ja, daar kan ik je zeker wat laten zien. En het grappige is dat je ziet dat de groothandels die er in de grote markt bezig zijn, die hebben soms ook weer een specifieke rol. En zo kan het wel zijn dat er soms 6 of 7 handelaren nog tussen zitten, alvorens het in de supermarkt ligt en bij de consument terechtkomt. En hoeveel tijd zit er dan tussen boer en winkel in het standaardproces en in jullie proces? Zit daar nog verschil tussen? Nou, dat ligt aan het product. Want sommige producten, daar is het niet zo belangrijk dat het heel snel door de keten gaat. Maar heb je bijvoorbeeld raapstelen of heb je pluksla of heb je aardbeien. Ja, dan is het wel heel belangrijk dat je probeert die aardbeien van die boer eigenlijk nog dezelfde dag in de winkel te krijgen. En dat is met heel veel van de dingen in onze voedselketen zo. Dat ze zeg maar meer gericht zijn op hoe de handel wil dat het gaat. Dan op wat de consument wil. Efficiëntie eigenlijk. Heel veel op logistieke efficiëntie gericht, ja. Ja. En op een gegeven moment raakt de consument eraan gewend. En die denkt dat het dan altijd zo is. Ja. Dus die denkt appels zijn altijd die maat. Terwijl appels hebben natuurlijk heel veel verschillende maten. Ja. Nou, zullen we een kijkje gaan nemen? Welkom bij ons op het distributiecentrum. We noemen dat ook wel DC. Dus als ik dat zo meteen zeg, dat je weet wat ik daarmee bedoel. Ja. Maar hier worden dus, hier komen alle producten van de boer komen hier bij ons binnen. Dus vanuit heel Nederland halen we alles op en dat komt hier. En vanuit hier brengen we het dan vervolgens weg naar winkels, naar cateraars en naar consumenten. Dus dat dit is eigenlijk het hart van Willem en Drees. In Koten, midden in Nederland. Toen wij begonnen in 2009, toen reden we met een bus naar de boer en dan reden we daarna naar de locaties. Maar we kwamen er al gauw achter dat het meeliften op bestaande logistieke stromen is uiteindelijk beter voor het milieu dan dat je met allemaal busjes apart gaat rijden. Nou, we stonden net in de boomgaard en peren die worden geplukt, die slaat die boer vervolgens op. En dan worden ze door onze busjes worden ze opgehaald en met die bussen komen die peren zeg maar hier binnen. Zal ik je eens even laten zien hoe dat precies gaat? Ja, ja? Leuk. Oké, okay, ja. Kom verder. Kijk, hier ben je in ons appel- en perenhart van Willem en Drees. Dus hier zo komen de peren en de appels binnen uit heel Nederland. Die slaan we hier op. En je kunt dus echt, hè, je kunt zien per pallet, zeg maar, kan je zien wat wie de teler is en wat het product is. Laatst hadden wij een grote supermarktketen die aan ons vroeg van kun je niet gekke groente leveren? Maar de grap is dat als je goed gaat kijken naar dat hele proces, ze wilden dan ook nog goedkoper laten zijn. Maar, de grap is dat heel veel tijd zit hem in arbeid. Ja. Het is niet zozeer die peer, maar die peer moet geplukt, die moet gesorteerd, die moet getransporteerd. Die moet, dus die peer is uiteindelijk net zo duur als zeg maar, die goede peer. En het gevolg daarvan is dat mensen dan denken, ja, dan koop ik een misvormde. En dan moet ik nog wel evenveel of zelfs meer betalen. Wat is volgens jou nou de grootste drempel om gekke groenten in de schappen te krijgen? Dat het gewoon helemaal niet zo in onze processen meer is georganiseerd. Dus afwijkende peermaten worden al bij de teler zeg maar uitgesorteerd. Of die worden niet eens geplukt. Die blijven op het land. Dus doordat dat al niet gebeurt, ja, komen ze überhaupt eigenlijk al de keten niet in. Mocht je dan gekke groenten ook echt tot en met de eindconsument willen hebben, dan moet je die hele keten zeg maar weer gaan veranderen. En dat is echt gewoon alle regels die we hebben bedacht met elkaar weer eventjes ter discussie stellen. En dan loop je tegen een heleboel dingen aan. Ik denk dat je er veel meer naar kilo dingen zou moeten gaan. Als je courgette, grote courgette hebt en kleine courgette, dan zou je per kilo verkopen. Dan krijg je een heel ander soort iets. Maar de vraag is of je courgette wel per kilo moet verkopen, omdat het al de arbeid weer per stuk is. Maar goed, weet je, dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen bekijken. Kom, we lopen even verder. Ik
vind het nog steeds heel lastig om nou te bedenken dat het efficiënter is om eerst alles hierheen te brengen en dan weer overal te gaan verspreiden, terwijl die teler wellicht naast de deur ligt. Hè? Doen jullie daar dan ook berekeningen op of zo om te kijken of dat... Ja. Want waarom zou je inderdaad eerst iets helemaal uit Noord-Friesland halen naar hier en dan via Deventer terugsturen naar Noord-Friesland? Alleen maar omdat het efficiënter is. Ja. Eigenlijk is het met logistiek en CO2-uitstoot is het eigenlijk vrij simpel. Tot op heden, laat ik het zo zeggen. En dat is namelijk dat het goedkoopste traject is het meest duurzame traject. Hey, en die peren die komen hier nu al op zo'n mooi schaaltje binnen. Maar waarom doen jullie dat eigenlijk niet zelf? Waarom moet de teler dat doen? Wat je zag met de zeg maar verindustrialisering of met het grootschalige maken voor onze voedselproductie, is dat die boeren op een gegeven moment een hele vrachtwagen vol of een hele palletkist vol met peren naar de veiling brengen. Mm-hmm. En dan gaat de veiling vervolgens ermee aan de slag. Terwijl als zij zelf een schaaltje maken met peren, dan weten ze precies welke peren zij aan de consument brengen. Dat is de grote kanteling die Willem en Drees eigenlijk teweeg brengt. Dat die 160 producenten gewoon weer weten, hé, mijn producten gaan naar consumenten hier in de omgeving. En hé, ik merk nu dat ik iets nieuws kan verzinnen. En als ik dat nieuwe verzin, dan is daar vraag naar. Hé, wat leuk, nu kan ik mijn vakmanschap goed uitoefenen. In plaats van dat ze alleen maar bezig zijn om zoveel mogelijk kilo's te maken. Ja, ja. Dat is één. En het tweede is, op het moment dat een boer zelf gaat inpakken, wordt hij ook flexibeler. Want dan kan hij aan ons leveren, maar hij kan ook aan andere partijen leveren. Terwijl als hij alles in bulk aflevert aan één partij, blijft hij afhankelijk van die ene partij die voor hem verpakt. Oké. En krijgt die teler daar dan ook een betere prijs voor? Dan ja, dus omdat de teler meer doet, krijgt hij ook een betere prijs. Dit is het stukje wat wij dan aan derving hebben. Het is gewoon een prima spul. En dat gaat normaal naar de voedselbank. Dus jullie mogen voor mij nog heel even shoppen. Nou, echt heel erg leuk dat we vandaag een kijkje mochten nemen bij Willem en Drees. En ik denk dat we heel veel geleerd hebben over distributie en hoe jullie het aanpakken. Dus super bedankt. Nou, ik vond het ontzettend leuk om jullie hier ook te hebben. En ik hoop dat jullie lekker gaan genieten van het bijna weest geweest pakketje. Hè? Dus geniet ervan. Dankjewel. Ja. Hey, super. Dankjewel. Heel leuk. Ja. Doeg. Doeg. Nou, dat was leuk. Ja, erg leuk. Ja, zeker. Echt vandaag veel geleerd en vooral ook interessant om te zien dat distributie heel complex is. En dat hadden we natuurlijk al wel een klein beetje verwacht. En dat er zoveel factoren komen kijken. En dat efficiëntie dus eigenlijk heel erg nodig is om het mogelijk te maken. Maar daar komen ook weer negatieve dingen uit voort. Bijvoorbeeld... veel macht of weinig macht voor de teler eigenlijk. Ja, en dan is het mooi om te zien dat de teler eigenlijk door zelf te verpakken weer een stukje macht terugkrijgt en meer toegevoegde waarde aan zijn producten kan geven daarmee en meer geld krijgt voor zo'n groente. Ja, dat laten we er eens toch maar zien dat het ook op kleine schaal kan werken en ook zeker regionaal. Dus dat is wel echt een goed voorbeeld.